Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag een granny square maken van deze kleine mini bolletjes. En het is katoen, dus het is makkelijk wasbaar. En het is ook voor dekentjes, voor baby's of wat dan ook. Dan mag je dat overal voor gebruiken, katoen. En het is ook heel leuk om dan elke keer een ander kleurtje te gebruiken. Als je ze zoekt, het is bij de Action Cotton Yarn Set. En ja, je kan het op 40 graden wassen. En haaknaald 2,5 tot 3. En ik gebruik 3,5. En je hebt nodig een schaartje. En een centimeter. En een stopnaald. En we beginnen met de magische ring. En die magische ring die doe ik heel rustig uitleggen. Zodat je ja, gewoon daar altijd plezier van hebt. Want als je de magische ring kan maken, dan is het midden gewoon mooier. Je legt je bolletje van je af. En het uiteinde die leg je in je palm. Dan hou je die draad even vast met je duim. Want dan draai je je hand. En dan leg je met je pink die draad even vast en dan pak je die draad door en die zet je dan schuin neer en die zet je ook even onder je pink. Dan pak je met je haaknaald deze draad op en dan kan je met je duim pak je het even allemaal vast zodat je die ring vasthoudt en dan ga je drie lusjes opzetten. 1, 2, 3. En dan gaan we verder met een stokje, maar dit is al je magische ring. Dan ga je verder met twee stokjes. Want de eerste drie lussen tellen mee als een stokje. Dan twee lossen. En dan haal ik een beetje de ring aan nu, want dat kan wel makkelijk. En dan gaan we weer drie stokjes nu maken. 1, 2, 3. En dan weer twee lossen. 1, 2. En dan weer drie stokjes. Dan met twee lossen. En dan met drie stokjes. En zo heb je vier groepjes van drie. Nou nog twee lossen. En nu gaan we de ring sluiten, of zeg maar de eerste toer gaan we sluiten. Hier bovenaan. Met twee lusjes op je haaknaald. En omdat we een ander kleurtje gaan beginnen, hou je even die twee lussen op je haaknaald en dan pak je een ander kleurtje. Trek maar even goed de draden achteraan zo hier. En dan kunnen we met toer 2 beginnen. Zetten we even drie lossen. Die is voor het eerste stokje, dan weer twee lossen en dan zetten we hier weer twee groepjes in van drie.
1, 2, 3 en 2 losse. En weer 3 stokjes. Kijk, en dan heb je hier in deze opening van de eerste toer heb je 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes. Dan weer 2 losse. En dan gaan we in deze opening weer 2 groepjes van 3 stokjes zetten. Dus 3, dan 2 losse en dan weer in dezezelfde opening 3 stokjes. En dan weer 2 losse. En weer 3 stokjes in de opening. Dan weer 2 losse. En weer 3 stokjes in dezelfde opening. Dan weer 2 losse. En dan weer in deze opening doen we nog 2 stokjes. Of nee, moeten we ook nog een groepje van 3 maken. Twee losse en nog 2 stokjes. Ik maak een stokje te veel, dus eentje los, want deze telt mee als een stokje. Dan heb je toer 2 al af en die sluit je hier bovenaan de derde losse 1, 2, 3 en dan moet je 2 lusjes hebben en dan pakken we een andere kleur en een andere kleur bij mij is dan een iets lichter oranje en dan gaan we met toer 3 beginnen. En dan gaan we nu naar toer 3 en je houdt 2 lusjes op je naald voordat je een andere kleur pakt. Ik pak nu een iets lichter kleurtje oranje. Dan zet je hem half op je haaknaald en dan trek je de draden door. En met die je houdt eigenlijk de begindraad, die haak je even mee. 2 3, dus met katoennaald eventjes stevig, dan weer 2 losse, 1, 2, en dan zetten we hier in deze opening nog 2 stokjes, 1, 2, dan weer 2 losse. En dan gaan we op de hoek 2 groepjes van 3 maken. Dus je gaat in die hoek 1 stokje. Twee stokjes. Drie stokjes, dan weer 2 losse en dan weer in diezelfde, omdat dit de hoek is, nog een keer 3 stokjes. Opnieuw. 1, 2,
3. En dan heb je hier weer de hoek van de granny square. Dan gaan we weer 2 lossen. 1, 2. Dan gaan we hier middenin weer een groepje van 3 zetten. 3 stokjes. 1, 2, 3. 2 lossen. En in de hoek weer hier 3 stokjes. 1. 2, 3, 2 lossen, en weer 3 stokjes, 1, 2, 3, 2 lossen, en dan gaan we weer alleen maar 1 keer een groepje van 3 maken, dus 1, ik knip eventjes de draadjes af. Lossen. En dan gaan we weer naar de hoek. 1, 2, 3 en 2 lossen. En met 2 lossen. En nu gaan we weer naar de hoek. 1, 2, 3 en 2 lossen. En nog een keer in dezelfde opening. 1, 2, 3. En zo komt de granny square al helemaal op kleur. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar we gaan nu de toer 1, 2, 3 sluiten. Hier bovenin. En dan zorg je wel dat je 2 lusjes hiervan hebt. En dan gaan we een ander kleurtje pakken. En ik heb hier nog een roze. En die is toch wel heel mooi, maar ik bewaar die, deze kleur nog voor op het laatst. Ik zit nog even te kijken. Ik ga nu naar het lichte zeegroen toe. En dan sluit ik hem denk ik af met het roze. Maar dat ligt aan hoeveel centimeter dat we zijn. Ik ga nu het groen pakken. Eventjes het beginnetje zoeken. Dan leg je weer de draad eroverheen, over je haaknaald. Nou. En je haalt hem door 2 lusjes. Je pakt de 2 draden op en je doet 3 lossen. Dan nog een keer 2
En dan gaan we in de opening weer een groepje van 3 stokjes maken. 1, 2, 3, 2 lossen. Dan zijn we op de hoek weer en dan gaan we weer een groepje van 3. Twee lossen. En weer 3 stokjes. Heel grappig die kleurtjes. Dan weer 2 lossen. 1, 2. Dan gaan we hier weer in deze opening een gewoon groepje van 3. 1, 2, 3. 2 lossen. 1, 2. 3 en weer 2 lossen, 1, 2 en op de hoek weer een groepje van 3. Twee lossen en een groepje van 3. Twee lossen en nu weer een groepje van 3. 1, 2, 3. Twee lossen en een groepje van 3. Twee lossen. En op de hoek zijn we weer een groepje van 3. Twee lossen. En weer een groepje van 3. 2. 3. Twee lossen. En nu gaan we weer gewoon, we zijn de hoek om, pakken we gewoon weer een groepje van 3. 2 lossen. Een groepje van 3. 2 lossen. En op de hoek pakken we weer in dezelfde opening 3 stokjes. 2 lossen. En weer 3 stokjes. 2 lossen. En dan zijn we alweer het einde van toer 4. 1, 2, 3, ja, toer 4. Dan gaan we hier nog 2 stokjes bij zetten. 1, 2. En dan gaan we op het bovenste lusje gaan we aanhechten met de nieuwe kleur. En het is de donkerder groen.
En je pakt weer de dubbele draad. En dan ga je weer 3 lossen mee maken. 2, 3. En nog 2 lossen. En dan ga je in de opening weer 1, 2, 3, 2 lossen en weer in de opening 1, 2, 3 en weer 2 lossen. En op de hoek 1, 2, 3, 2 lossen en we in dezelfde opening gaan we de stokjes maken 1, 2, 3 2 lossen drie stokjes 1 2 3 2 lossen 1 2 3 2 lossen en weer 3 stokjes 1 2 3 2 lossen en weer op de hoek in dezelfde opening 1 2 3 Ik ga even meten hoe ver we zijn. Het komt wel heel leuk op de kleurtjes. We zijn nu 11 centimeter en we moeten tot 20. We gaan nog 2 lossen. Dan nog weer 3 stokjes. 2 lossen drie stokjes twee lossen drie stokjes Nog even hier een draadje afknippen. En de groene ook nog. De lichtgroene dan, hè? Nog niet de draad waar je mee bezig bent. Dan weer 2 lossen. 1, 2. Twee, drie, twee lossen en op de hoek ga je weer in dezelfde opening 2 groepjes van 3. Dus dit is 3, 2 lossen en nu in de hoek weer in dezelfde 3 stokjes. Twee lossen. Drie stokjes.
Twee lossen. Drie stokjes. Twee lossen. En weer drie stokjes. Twee lossen. En weer op de hoek. In dezelfde opening. En twee lossen. Nou, deze wil niet echt lukken, maar... Twee lossen. En dan gaan we hem sluiten bovenaan met een halve vaste. Ik vind deze eigenlijk niet zo mooi aangehecht hier. Ik had eigenlijk hier twee stokjes moeten zetten. Maar dan kan je dan, als je bezig bent, moet je daar wel op letten dat je dan wel het beginstokje, het groepje van 3 aanhoudt en geen 4. Maar dit is maar om uit te leggen. Dus ik ga heel eventjes nog terug uit. Want we gaan nu met een nieuwe kleur beginnen. En ik begin nu met lichtgrijs. En dan pakken we weer de draad. Eerst even goed insteken. Twee lusjes hebt. Dan het grijze draadje. Die haal je door twee lusjes, dan trek je goed die draadjes achteraan. En dan pak je ze even dubbel. En dan ook die groene aantrekken. En dan doe je 3 lossen. En dan zet je in die opening nog 2 stokjes. 1. Twee, zodat je een groepje van 3 krijgt. En het begin telt dan mee. Dan weer 2 lossen. 1, 2. Dan weer in de volgende opening weer een groepje van 3. Hop. Niet te snel. Drie lossen. Drie stokjes. En met 2 lossen. En op de hoek. Het is een heel leuk kleurverloop. Gaan we weer. 3 stokjes, 1, 2, 3, 2 lossen, 1, 2, 3 en met 2 lossen. Dan weer een groepje van 3, 1, 2,
3. Twee lossen. En 3 stokjes. En we zijn dan weer op de hoek. En met 2 lossen. En met 2 lossen. Eventjes. De groene nog afknippen. Je kan er nog best wel veel granny's mee maken, denk ik, want ja, je hebt niet zo heel veel nodig. Het zijn natuurlijk wel mini bolletjes, maar ja, we gaan er nou eigenlijk af van 1 toer. Als je per toer een kleurtje doet. We zijn er weer bijna bij de hoek. En dan doe je 3 stokjes. 2 lossen. En met 2 lossen. Even mijn camera even zetten. Zo beter kan zien. En met 2 lossen.
2. We zijn weer bij de hoek. En we zijn op het einde van de zesde toer en dan sluiten we weer met, met de andere kleur. Dus we pakken nu de donkergrijze. Je kan natuurlijk met alle kleurtjes deze granny maken. En die maak je weer, die sluit je met een halve vaste. Dat betekent gewoon door twee draadjes heen. Dan hou je die twee draadjes nog even vast en dan ga je drie losse van maken. Dan is meteen ook dit draadje afgewerkt. En we doen twee losse. En we gaan weer in iedere opening. Drie stokjes zetten. Twee losse. En weer drie stokjes. Twee losse. En weer drie stokjes. Twee losse. En op de hoek weer een groepje van drie. 1, 2, 3. Twee losse. En weer een groepje van 3 in dezelfde opening. 1, 2, 3, 2 lossen. Het grijze draadje afknippen, het lichte grijze dan.
Je krijgt al echt een mooie granny square zo. Ik zal even meten hoe ver we zijn. 15 centimeter en hij moet 20 centimeter worden en het is ongeveer een centimeter per toer. Dus we zullen nog 5 toeren moeten gaan. Ik ga nu met dit donkergrijs verder en jullie kunnen nu alleen de hoeken. Tenminste, ik zal nog 1 hoekje meedoen. En dan 2, 3. En weer 2 lossen. En weer 3 stokjes. En weer 2 lossen. Kijk, dan heb je weer deze hoek af. Nou, op het eind van de toer zie ik je weer terug en dan gaan we met het roze kleurtje verder. We zijn nu op het einde van de toer van het grijs. En nu moet je hier, deze telt mee als 1 stokje. Dus we moeten nog 1, 2 stokjes. En dan moet ik eventjes hier goed de grijze draad aantrekken hierachter. En we gaan de toer weer sluiten. Bovenin en we pakken het nieuwe kleurtje als we nog 2 draden op de naald hebben. En in dit geval wordt het roze. Roze en grijs vind ik altijd past wel bij elkaar. Dus ik ben benieuwd wat het eindresultaat wordt. We trekken hem met een halve vaste door. 3 lossen. En dan gaan we hier weer 2 stokjes inzetten. Twee lossen. En we zijn weer op de hoek. Lossen en weer 3 stokjes. En 2 lossen. Ja, dat heeft toch wel een apart effect. Het grijs met het roze. Nou, ik maak deze toer af en ik zie jullie op het eind van de toer weer terug. En we zijn op het eind van de toer van de roze, van het roze garen en die sluiten we weer af. En ik wil weer beginnen eigenlijk met
En dan terug uit waar ik hiermee geëindigd ben met oranje. En dan moet ik de, even kijken hoor, de lichte kleur hebben. Ja. En dan nog 1, 2 en we gaan weer even eentje terug, want ik heb per ongeluk de draad meegenomen, die hoeft niet mee, dus we gaan weer 3 stokjes in de opening doen. 1, 2, 3 en weer 2 losse. 1, 2, 3 en ik ga heel even meten hoe ver we zijn. Dus ik denk nog 1 toer en misschien nog een rand vaster langs. Maar ik zie jullie weer terug bij het einde van de toer. En we zijn nu op het einde van de toer met de oranje wol. Of met het oranje garen. En dan even kijken hoor, moeten we hier nog 2 stokjes inzetten in deze opening. Dan sluiten we de toer weer hier bovenaan. En we gaan nog even meten. Ja, ik kom op 20 uit, want ja. Ja. Op 20. Dus we zijn klaar. We sluiten de toer met een halve vaste. Dan knip je de draad door, trek je aan de lus en dan is hij klaar. Dit was Iedereen kan haken en ik wens je veel haakplezier. En ik zou zeggen duimpje omhoog als je deze film leuk vindt. En ik maak elke keer andere leuke nieuwe filmpjes. Dus ik zou zeggen abonneer, hieronder op mijn foto klikken en dan zie je elke keer de nieuwste haaksteken of andere leuke dingen. En bedankt voor het kijken.